op de goede golf. In de vorige aflevering hebben we het gehad dan over de chaptelegraaf en de telefoon. Wie nou de eerste was, of de fax de eerste was. Maar de chaptelegraaf was de eerste en ik wil er nog even op terugkomen hoe eenvoudig dat dit apparaat gewerkt heeft. En met de link naar het Trapkeshuis, oftewel de herberg op Napoleonsweg, die in Bosland ligt, zou het misschien een goed idee zijn om de kinderen berichten te laten overseinen, zoals dit met de chaptelegraaf gebeurde. Want als je ziet hoe makkelijk dat duidelijk de tekens zichtbaar zijn en wat het allemaal betekent, dan zou dat misschien een hele goede zet zijn om hiermee te starten in het Bosland. Het antwoord op de vraag van wat was er eerder, de fax of de telefoon? De fax was het eerste. En dat blijkt namelijk uit. In 1839 heeft de Fransman Becquerel ontdekt dat lichtsignaal kon worden omgezet in elektrisch signaal. En de Italiaanse abt Giovanni Caselli, die had dan een apparaat ontwikkeld waar je dat mee kon doen. En dat apparaat zag er dan zo uit. Hij deed dan aan deze kant een foto opzetten die hij geleidend maakte en aan de andere kant had hij dan thermisch papier. En die hendel ging dan heen en weer en daar zat dan een naaldje op en hier zat dan een voeler op. En die ging hij dan heen en weer, deed hij dat overzetten en dat was dan in 1848. En het plaatje van 1848, dat eerste foto die hij overzijnde, dat was deze, want hier kun je ook nog duidelijk de strepen zien, zoals dat die pantelegraaf heette dat toen, heeft opgeschreven. Later werden er zelfs invoeringen van de beeldomroep in Oostenrijk, maar ook hier in België en in Nederland. En dat gebeurde dan met zo'n soortgelijk apparaat wat hier op de foto staat. En dit is zo'n apparaat waar ik dan in de volgende aflevering wat uitleg over ga geven.